Zoek jij nog coins? Ga dan naar www.justfifacoins.nl. De link staat in de beschrijving. En nou even vergeet, betaal niet de code HART, alle letters en hoofdletters, te gebruiken voor 5% korting. Welkom mensen, het is natuurlijk alweer een tijdje geleden. Via, het is terug. Normaal gesproken zie je het oude team. Maar dit doen we live, dit doen we in één keer. En ja, ik ga jullie laten zien. Dit is de laatste aflevering. Ik heb hier mokerveel coins in geïnvesteerd. Het is niet te geloven. Meer dan ik ooit heb gebruikt. Maar goed, laten we beginnen. We gaan het natuurlijk even op Spaans zetten om het onszelf wel zo makkelijk te maken. In doel gaan wij Team of the Season, de Gea, zetten. Oh man, die kaart lijkt best wel goed. Ik ben heel benieuwd hoe die is. Op linksback gaan we dan voor Inform Jordi Alba. Heel fijn dat hij er is, want er was heel lang geen Inform voor een Spanjaard op linksback. Dus dit komt mij heel goed uit. Dan gaan we voor de rechtsvoor, is veranderd, is Koke. Oh ja, wat Callejon was echt heel kak. Zo hé. En dan hebben we de links voor... Oh, deze kaart jongens. David Silva, 93 rated. Gee, wat die kaart is goed. Dan hebben we de eerste sentiment is... Cesc Fabregas, zijn 89 rated kaart. Van Chelsea. Deze kaart kostte mij 1,3 miljoen. Deze kaart kostte mij 3,9 miljoen zowat. Ongelooflijk. Dan hebben we nog... Gabi, zijn team of the season. Oh, ik vond hem heel fijn om te gebruiken. Dus ik ben heel benieuwd. En dan hebben we op camp. Mijn one, mijn only, jongens. Deze moest je zien aankomen. Team of the season, Adoris. Iemand zei me dat hij enorm fijn speelt. En ik kan niet wachten. Maar dit team, jongens. Holy shit. Dit team zal zo gruwelijk spelen. Ik heb geen idee. Kijk dit team. Ik zal even naar de prijs voor jullie kijken, jongens. Oké, we beginnen met de Gea. 970k. Dan gaan we natuurlijk... Kijk, gewoon Frank kostte bijna niks. 300k. 3,3 mil voor Team of the Year Sergio Ramos. Dan gaan we nog door met Peugeot 3500. En echt een kast van een speler. Dan hebben we nog Jordi Alba. 159k. Best wel cheap, moet ik zeggen. Dan hebben we Gabi van 142. We hebben Fabregas met 1,3 miljoen. Dan hebben we nog Adoris, die 102k kostte, bijna niks. Dan hebben we nog Koke, die ook niet zo heel veel was, 293. Nou ja, dacht via, zie je zelf. En dan hebben we de main man, 3,9 mil. Voor Team of the Season, David Silva. Dit team is ongelooflijk. Ik ga daar lekker potjes mee spelen. Ik heb er fucking zin in. En jullie waarschijnlijk ook. Dus jullie zien me zo weer, of horen me zo weer. Yo. Oké, dit is zeg maar het moment dat ik je ga vertellen hoe dit team speelde. Het was echt awesome. De enige die je misschien anders kan doen, een normaal andere speler, is misschien Gabi. En de enige reden dat ik ook geen Xavi en Iniesta dan was, omdat ik weet dat ze allebei niet gewoon bijna 9 miljoen waard zijn. Ik bedoel, het zijn leuke Team of the Year spelers, don't get me wrong, maar dat wil ik gewoon niet voor ze betalen. Maar deze serie was ongelooflijk leuk, zeker voor mij, want elke keer als ik een video uploadde, dat mensen gewoon te springen en mensen deden zoveel mee met deze suggesties, stuurden me opstellingen. Welke space ik moest gebruiken. Dat is echt super vet om te doen. Want dat is waar voor mij YouTube om gaat. Dat jullie erbij betrekken. En er gewoon zelf ook plezier in hebben. Zodat jullie er nog meer plezier in hebben. Dat is wat ik heb gedaan. Kort wat er gaat gebeuren. Vanavond 24 uur stream op Robbie's Twitch. Link staat in de comments. Daarnaast heb ik maandag of dinsdag. Op demodag of net voor demodag. Een echt epische FIFA 14 afsluiting. Dus hou mijn kanaal in de gaten. Die shit wordt episch. Ik dank jullie voor het kijken. Laat een like achter als je genoot. Abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. Ik hou van jullie support. Volg me ook op Twitter. En links staan allemaal in de beschrijving. En ik zie jullie later. Tot ziens.